Jordi is de leider, met op de tweede plaats nu Ismaïlov Boko, die onder druk staat van Iris de Liton. Oeh, en daar gaat dan Ismaïlov Boko van de benen. We gaan dan de laatste bocht door. Achter de leiders volgt op dit ogenblik Guvo Greenwood. En de deelnemers komen richting laatste rechte lijn. En het is nog altijd Jordi die leidt. Ja, die Ismaïlov Boko, hij ligt er nog altijd wel. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet uitgeschakeld is. Maar bevestiging volgt na de koers, dames en heren. We gaan ons nu concentreren op de eindstrijd. Jordi is de leider, Iris de Liton, die komt aan. Openen. En dat zijn op dit moment de twee best geplaatste paarden. Kijk naar Dynasty Darian met Aadpols. Die als een pijl uit de boog naar voren komt. En zo gaan we de laatste meters in. En ook komt Heina Tech nog opzetten. Maar het is Iris de Liton. Die neemt over en wint. Iris de Liton met waarschijnlijk op de tweede plaats Jordi. Maar dat moet de rechter van aankomst uitmaken. Iris de Liton is de winnaar. Weet je wat we doen, Bas? We praten gewoon even bij. Je hebt genoten van je paard, denk ik. Ja, zeker. En top gereden. Ik zie voor mij niet zo afwachtend met hem te rijden. Val maar aan, want hij is natuurlijk snel, maar ook heel sterk en hij geeft nooit op. Ja, laatste keer zat je natuurlijk in een partijtje waarbij de koers niks ging onderweg. Nee. Toen kwam hij vast te zitten. Ik zei, nou, dat hoeft aan mij niet weer. Ik zeg, liever dat je zo rijdt en dat je schoonheid sterft dan dat we er niet uitkomen. Peter is er niet? Nee, die denkt, daar ga ik met zijn vrouw. Moet ook gebeuren. Ik zeg altijd, je moet wel getrouwd blijven. En de uitslag is officieel. De koers werd gewonnen door nummer 11 Iris de Liton in een kilometertijd van 1:16.3. Tweede geplaatst nummer 4 Dynasty Darian. Derde de 8 Jordi. Vierde de 2 Heina Tech. En vijfde de 1 Guvo Greenwood. 11-4-8-2-1 officieel. Dan geef ze een applaus, dames en heren. 1:16.3 Iris de Liton, Misha Brouwer. Geweldige rit, geweldig paard. ...30 meter. Start gevallen. Paarden zijn vertrokken. Guvo Greenwood is als eerste achter de auto vandaan. Aan de buitenzijde komt Ismaïlov Boko. En die komt de leiding opeisen. Ismaïlov Boko heeft een lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats is het nu opkomend Iris de Liton. En aan de buitenzijde is ook Bako Boy in de frontrank waar te nemen. Aan de binnenkant ligt er nog altijd Guvo Greenwood. En zo gaan de paarden dan de bocht door. En die komt zo dadelijk uit op de rechte lijn voor de tribune. Achter de leiders volgt Forever H. Maar het is volgens nog Patrick de Haan die met Ismaïlov Boko de concurrenten de weg wijst. Ismaïlov Boko heeft een lengtevoorsprong. Guvo Greenwood aan de binnenkant nu weer op de tweede plaats. En aan de buitenzijde Bako Boy als derde. Daarachter volgt op de vierde plaats dan Heina Attack. En achter Heina Attack is het dan Forever H. En zo gaan de paarden dan langs de intersectie. Kijken naar de start van het veld. Daar ligt Dynasty Darianen. Voorlaatste is Cassandra D. Twee na laatste is Just Be Proud. Paarden passeren de tribunes. Gaan de laatste ronde opzoeken. Met Ismaïlov Boko nog altijd een lengte voorsprong op Bako Boy en Guvo Greenwood. Daarachter Iris de Liton in vierde stelling. Aan de buitenzijde moeilijkheden voor Forever H. Die springt. En daarachter volgt dan aan de binnenkant Dynasty Darian. Die een paar plaatsen is opgeschoven. Deelnemers gaan op weg naar de laatste 1000 meter. En nog altijd Ismaïlov Boko de leider. Ismaïlov Boko op de tweede plaats is het Iris de Liton. En die stoot door. Iris de Liton die komt schuin naast Ismaïlov Boko. Naast elkaar nu deze twee paarden. Bako Boy moet lossen. Jordi die gaat nu ook naar voren en die gaat competitief worden. Aan de binnenkant komt Guvo Greenwood. En dat zijn de best geplaatste paarden met Dynasty Darian. Daarachter volgt dan Heina Tech. Ik weet niet of er al wat is uitgeschakeld. Dat zou haast wel kunnen, maar ik heb er niets van gehoord. Het is Jordi die het commando thans heeft overgenomen. Jordi is de leider. Met op de tweede plaats nu Ismaïlov Boko. Die onder druk staat van Iris de Liton. Oeh, en daar gaat dan Ismaïlov Boko van de benen. We gaan dan de laatste bocht door. Achter de leiders volgt op dit ogenblik Guvo Greenwood. En de deelnemers komen richting laatste rechte lijn. En het is nog altijd Jordi die leidt. Ja, die Ismaïlov Boko, hij ligt er nog altijd wel. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet uitgeschakeld is. Maar bevestiging volgt na de koers, dames en heren. We gaan ons nu concentreren op de eindstrijd. Jordi is de leider. Iris de Liton, die komt de aanval openen. En dat zijn op dit moment de twee best geplaatste paarden. Kijk naar Dynasty Darian met Aadpols. Die als een pijl uit de boog naar voren komt. En zo gaan we de laatste meters in. En ook komt Heina Tech nog opzetten. Maar het is Iris de Liton. Die neemt over en wint. Iris de Liton met waarschijnlijk op de tweede plaats Jordi. Maar dat moet de rechter van aankomst uitmaken. Iris de Liton is de winnaar.